bij deze vrijdaguitzending alweer van IOTV. We hebben vandaag weer een behoorlijk vol programma en ook een redelijk gevarieerd programma. Ik denk dat er voor iedereen wel wat wils is. We beginnen zo meteen met de college Circulaire Economie, waarin de focus ligt op innovatieve business models. Ook hebben we weer een ICT in Practice, waarin het gaat over griefbots. We hebben weer een nieuwe IO-show, waarin het wekelijkse nieuws rondom innovatie wordt besproken. En we eindigen vandaag met een topnames, waarbij Juliette van der Laarzen te gast is. Nou, en zij gaan het hebben over een game die het natuurkundig onderwijs voor kinderen kan verbeteren. Veel plezier met kijken! Hi everyone, and welcome to the part 5 of the series on circular transitions, which is facilitated by the Fontys Center of Expertise on Circular Transitions. My name is Mirte Velter. I am a researcher at Fontys on circular business model innovation, and I'm a PhD researcher at Maastricht Sustainability Institute. In this upcoming 20-25 minutes, I will tell you a little bit more about circular business model innovation and the role of business in society, what it entails, how it can be further developed. And I will touch upon the concept of a business model, the concept of value creation, and also touch upon the challenges and some strategies to deal with the challenges involved in innovating a circular business model. So first, a little bit about the role of business in society. To start with, we're all part of it. Even though we're not, you might not be working in a business, you're still consuming. And well, you see here in the supermarket, businesses have provided us with plenty of affordable food, with mobility, with telecommunication, with jobs, with proper clothing. And this all gives us also a feeling of prosperity and safety and welfare. But obviously, this welfare has a downside and comes at a cost. Think about the negative effects on the environment or on working conditions elsewhere in the world. So the carbon emissions being emitted through production, land use, land changes, chemical waste, plastic soup. So all these elements come along with the positive side. So there is a balance to make here. And attention for that is actually increasing a lot in the previous years. So you might have heard about the Sustainable Development Goals, which were adopted as 17 different goals to have a more equal and sustainable world. So if you look at these different goals, businesses have a role to play in every one of them. And for the business model part, you can think about Sustainable Development Goal 12, responsible consumption and production, as one of the major focal points. But then again, you might know the Paris Agreement in 2015, where for the first time in the world, world leaders have agreed upon limiting global warming to 1.5%, and with an extension to 2%. But this is the first time that there was actually a global commitment to tackling climate change. But you might also think that the Green Deal from the EU, which has been developed under Frans Timmermans nowadays, but also a corona crisis. So crisis often makes us reconsider what we think is important, and always have some kind of change, bring some kind of change in the long run. So we will see to what extent that will affect the sustainability of businesses as well. But you do see the calls for a greener economy as a result of this crisis increasing. So just a little bit of a scope on how business leaders see sustainability. Well, actually, they increasingly think it is important. Just to pick a few of these quotes illustrated here. So
69% of CEOs actually believe that investors think sustainability is important, or will start to believe that sustainability is important. Sustainability is also able to transform the industry within 5 years, according to 63% of CEOs. And well, what I think is quite remarkable is that 93% of global CEOs view sustainability as the future of their companies. Well, if that is the case, well, let us look at then at how companies can approach sustainability. This is the sustainability continuum as presented by Seng and his colleagues. And it kind of shows a little bit of pathways that businesses go through in dealing with sustainability. So for a long time, we have seen there is not even an awareness about this topic. So we will have non-compliance at some point. Regulatory demands are increasing, and you see a little bit of public pressure coming up. So you see actually that here is so where business start complying with ISO norms, with legislation. But sometimes businesses are under fire by citizens, by consumers. Or think about the Brent Spar accident a few decades ago. There was a lot of public pressure on the business, which led to a crisis within these businesses. So you see that here they go a little bit further than compliance, and it's beyond compliance. Sometimes it's also called CSR, corporate social responsibility. So this is about businesses engaging in social or environmental projects in addition to their usual way of doing business. However, on higher levels of sustainability, which also requires higher levels of innovation, you see integrated strategy and alignment with the purpose and the missions and the core values with sustainability. And this is where actually business model innovation is positioned. So the whole idea about integrated strategy, purpose and mission is that actually integrating societal and environmental benefits can be seen as a business opportunity. So it's actually these kind of benefits are set equal to the business benefits, the economic benefits. What I personally like is this nested approach, which is developed by Griggs, which positions the Earth's life support system. And so you can think about the natural environment and all its services that it's offered as a healthy basis for a healthy society, and that a healthy society is a basis for a healthy economy. And well, you might think this looks already a little bit like a donut. Well, it actually is, because you've probably seen this donut economy illustration by Kate Raworth, who actually says, well, there is an ecological ceiling in which we as a society have to adhere to, which is actually determined by planetary boundaries, but we also need a certain level of social innovation and to actually meet the basic demands of humanity. So you see that this whole paradigm about priorities and thinking about sustainability is changing. So then if a business model is positioned on these higher levels of innovation, then what is it actually? Well, there are multiple definitions provided. It's very simple. How a firm does business. You think you understand, but thinking about it doesn't really make that much clear. So a most common definition is that it describes how an organization creates, delivers, and captures value. An even more detailed definition is, well, how you design and architecture the value creation, delivery, and capture mechanism. So how you deliver it, how do you attract consumers? And in the end, you have to make profit. Even though you're a sustainable business, you need profit to be economically sustainable as well. So just thinking a little bit more into detail, the value proposition element consists of what you offer to your customer. So who are your customers? Do you offer a product, offer a service? So for example, in this bakery that I use, you see that they focus
not only on bringing the bakery product itself, but they also add intangible values to their proposition, such as the design and the flavor. They also integrate the elimination of negative impacts in their value proposition. So you actually see that here it's not only about the positive ways, but it's also about being transparent and clear about the negative impacts and how you deal with that. Then on the value creation and delivery element of the business model, that actually concerns your activities, the resources you need, but also how this is distributed in the value chain. Who conducts which activity, who earns which money. So you might think in the case of a bakery is actually dependent on farmers, on processors of wheat, on the suppliers, on shops and retails, on the customers, but it also needs machinery. Who is owning these machineries? Ovens and the knowledge about recipes. And well, if you offer your products online too, you need and a digital infrastructure as well. So you see that this is really about reconfiguring you as a business within the network. And then the value capture element is actually how do you make money? So how are your costs and revenues divided? It can be digital, can be a physical shop, can be through a service, can be through a leasing model. I will elaborate on that a little bit more later on. So just looking at these value, so value is actually, you see that value is central in this whole business model thinking. And when we use the integrated reporting framework, you see that there is more than economic value related to the business model. You see the inputs, the different types of inputs that is needed. You need not only money as input, but also knowledge. We need human capacity. We need networks. We need raw materials. But at the same time, these inputs are outputs. While we often look at the financial results and the resulting product or knowledge, there is also an impact on social impact, an impact on the natural environment. So I actually like this figure because it kind of shows that a business is having more impact than you would usually see. So a little bit of an illustration on how this would look like. In the bakery earns money, the bakery manufactures its product, it develops its knowledge on how to produce these products. It hires people, creates some kind of local cohesion, colleague environment, and it has an impact on the natural environment by using its resources, for example. But then, okay, we have business models, but then how about a sustainable business model and even as a subset of that, a circular business model? Well, let's start with the sustainable business model. So what is different in a sustainable business model? Well, these sustainable models actually see sustainability as a source of competitive advantage. So they want to contribute to the sustainable development of the company, but also of the society. And in order to do that, they take a firm level perspective of a system level perspective in addition to the firm level perspective. They identify multiple forms of value and multiple dimensions of value. So when the forms, you can think about this integrated framework with dimensions, you can think about the negative value impacts or the missed value impacts. I will show you a little bit more in the next slide, but a little linkage here can be found with the second lecture series, where Mignon van Halder talks about novel points of view. So you can imagine as a business and you're thinking about sustainability and a sustainable business model, that this really requires a novel identity, a novel way of thinking about values. So you can even think of this as a novel point of view, as a starting point for sustainable business model innovation. So I won't go into depth in this table, but it kind of illustrates the difference in value considerations from a conventional business model to a business model for sustainability and circularity. So you see that it's
not only about value created and captured, but it's also about value destroyed. Carbon emissions is actually a destroyed value in a natural environment. You might think about value missed. If a car is parked next to the street for 23 hours a day, then it's 23 hours of missed value opportunities. So you see that there's this whole new paradigm in thinking about value, not on direct short term, but on the long term indirect values. You think, consider more different stakeholders than shareholders and your customers. So, I think this is a nice summary of this paradigm shift. A little bit then about the circular economy. I'm pretty much sure that you're all aware of what it means by now. But you have seen that in these sustainable business models, circularity plays a big role. So how do these value paradigms that we talked about relate to the circular economy? Well, if you think about the circular economy, it's a regenerative system. So resource input, waste, emission, energy leakage, these are all minimized, not only by closing loops, but also by slowing and narrowing loops. So you might think it's not only anymore about the traditional take, make, dispose idea and transforming it to a take and make form, but it's actually a little bit more complicated than that. So circular business strategies are actually more than recycling. It's also aimed at narrowing flows, so making sure you use as least energy, you have as least waste in the project, in the process as possible. It's about slowing research, so extending the use of products. And it's in the end about closing these loops. And even more, the slowing, narrowing, closing actions, they are needed along the entire value chain, as every actor in this production and consumption process has a circular role to play. So even the processing actor has waste, has an energy use, the raw material provider, the designers have a role to play, the production department has a role to play, and also the user reuse, so we as a consumer have a role to play here. So that also makes it kind of clear that it's very challenging for a business to innovate a circular business model on their own. Another model that I actually like, which builds on the paradigm, is that if you think of a linear economy, which is illustrated in the left illustration using the value hill, you actually see that the pre-use phase, so in the value chain, the production, these are actually steps of adding value to eventually end up at the consumer, which uses it and then just throws it away. So all this value is destroyed. Whereas the circular economy is really about retaining this value as high as possible. So like ideally, you would maintain the value at the level of the consumer through repair and maintenance. If that is really not possible, then maybe the product can be reused or redistributed. If even that is not possible, then at least try to refurbish the product instead of using it as waste. And even if that's not possible, there is a remanufacturing process, then there is a recycling process. And well, ideally, there is no lower step than this. So then if you think about business models, well, it all sounds nice, but then how do you earn money in a circular economy? Well, there are a few general business model patterns for the circular economy. You might think about the product orientation, so where you sell your product. You might also switch to a service model, which is a very popular way of thinking about service models, of the circular models. So you can think about leasing constructions. A more rare, but I think increasingly popular business model pairing is a focus on the use
of products and services. So you can think about Netflix or Spotify, but also car sharing platforms or washing machines where you pay per use. Another one which I personally really like, because I think it has a lot of potential to steer circular behavior, is the result orientation business model. So this is really on performance on light, performance on health, performance on living quality. And you can even think about washing machines in the sense of you pay 10 cents for washing on 30 degrees, but you pay 20 cents for washing on 40 degrees. So in this sense, you still have a clean wash, but at the most sustainable option possible. So some more examples of circular business models. For example, MyJeans, they have a leasing model where you lease a jeans or buy a jeans, but always return them when they are worn out. So if you think about circular strategies, then this is about closing loops and access to textiles or to jeans instead of owning a jeans. Another example that I like is Fitzo, and it's a furniture producer already from 1959. And already in the 1970s, they established design principles. So for good design, so design should be timeless, it should be robust, it should avoid sensibility for fashion, it should avoid obsolescence, and it should sell the smallest quantity necessary. So it encourages consumers to start with less, to add and repair, and you can buy less today because you can add more. The design is modular. Customers can return for spare parts, ask for reparation, or reupholster an entire chair after decades of use. So that's actually the stewardship that they take towards consumers, and they have transformed this into a mission of the art of living better with less that lasts longer. Another example is Interface. You might have heard about this as well. So Interface actually creates carpets from disposed fishnets that are being collected by people without jobs in Asian countries. And so you see that this is a nice example of an environmental benefit, namely the elimination of plastics, but also a societal benefit or a social benefit in providing jobs to people who otherwise wouldn't have the opportunity. Two more examples. This one I also like. I don't know if anyone remembers this, but it was a popular advertisement by Patagonia, where they steered consumers to not buy their products, but actually to let them repair and recycle. So to also recollect Patagonia products that you wouldn't be able to use anymore. Another example is Viga. And this is a startup that actually emerged from the idea that as young parents, you actually use a lot of textiles, and you often use them only for a short amount of time because your baby grows and relatively quickly you outgrow the textile. So Viga actually created a sharing platform where you can return, where you can use the textiles for the period that's needed and send them back so they can be cleaned and used by someone else afterwards. So this is really a good example, I think, about extending the life cycle of a product. Well, this is an important and I think also a familiar example as well, the Philips Lighting Paper Lux, where they offer functionality rather than ownership. It's a performance-based business model. So this is at Schiphol Airport, where the company actually pays for light instead of buying lamps. So this is a really good idea. You can see how the incentives here change, whereas before there would be an incentive for Philips to sell as many lights as possible. So there is a little bit of an incentive to shorten the lifespan of a product. Philips wouldn't have the incentive to think about the efficiency of the products because they wouldn't be able
they wouldn't pay the bills. But in this case, Philips pays the energy bills and the material bills, and they just get a fixed fee for the used light. So you can see that here the incentive for changes in creating long lasting products and very energy efficiency products. So that's also why I really like the sustainability potential of this product. And the circularity aspect here is that Philips actually retains or remains the owner of the product. So they actually can take the products back at the most ideal time for reuse or repair. So what is the kind of a general denominator in all these models is that it's really important to design for circularity. So on the product level, this would mean using single materials for a product, but it's also about how this product is engineered. So I really like the example by DSM Niaga, where they designed a mono material carpet, which is really easy to recycle. So you can think about the carpet industry. So even though we use the same carpet for years, it is one of the top five contributors to landfill and incineration in the world. So globally, over 95% of all carpet is burned or landfilled after use. So you can imagine there is a huge potential for sustainability and circularity. The reason that this is burned or landfilled is that conventional carpets actually made of a complex set of different types of materials, and they are glued together to such an extent that they last forever. However, separating these materials after use is really difficult and really expensive. So what Niaga aimed to do is to actually develop a carpet that takes a lot less energy to produce. It's much more easy to recycle and can be brought back to its original materials. So, all right, we have a circular product then, but then what does that mean for the partners? Because who is going to make sure these carpets are returned? Who is going to make sure these carpets are recycled? So without the alignment of partners, circularity is not filling up to its potential. So you can think about the partners as the producer of the raw materials, the provider of the materials for these carpets. Will it be redundant? It won't. Rather, won't be easy to get them enthusiastic about this model then. But maybe they can become take up a new function as a recycler of these products. But also think about retail, the shops that sell carpets. Well, they are just used to sell and get paid for it. While now they have to kind of focus on the added value of these type of products. And it's not about selling anymore, but it's more about a long-term relational contract. And maybe would they also be the ones taking in these carpets after use? Because that would be a whole new role, which is necessary. But who will do that? And the same goes for the carpet installer. Well, is that installer also going to remove the carpets from your house? And then even who is going to collect all these carpets and who will provide the logistics for that? So what you see here is that a major challenge for circular business model innovation, which is abbreviated as CBMI, is that it requires a long-term reconfiguration, and not only of the boundaries of the focal business, but also of its stakeholder network. And these boundaries are, of course, not visible, but this, they are actually the mechanisms that make sure establish the current reconfiguration of networks and businesses. So if you think about what boundaries are, literally, it's a demarcation between organization and its environment. So as an organization, what do you stand for? Who are you as a business? What are your values? So think about the mission, the vision, these kind of purpose statements. But there are also boundaries related to power. So what is the position of you as a business in the network? Until what extent are you able to control relationships
with your external network. And you can think about to what extent would DSM Niaga be able to demand from their suppliers that they actually change their activities to align with their circular idea. Gender is the boundary of competence that is changing. So circular businesses need novel type of resources, novel materials. They need new capabilities in terms of new knowledge on circular design or knowledge on multi-stakeholder collaboration. And on an efficiency level, this is really about how novel roles and activities are divided. So who will conduct what activity in a circular network? And you can see that these four dimensions of boundaries are interrelated, because often the purpose of a business actually steers the activities being conducted and the strategy that is being chosen. So, and it also works bottom up, of course. Sometimes a new activity is piloted with an a business has actually experienced that it's it could be a novel identity for them. So if we think about circular business model innovation as a reconfiguration of organizational boundaries, then what would be the typical configurations for circularity? Well, in the first column, you can see that the boundary reconfigurations on identity are often based on multiple value creation. So an example is that a business states that it exists to produce 100% circular and sustainable food concept. But this is challenging because this really requires them to change their value frames, change their mindsets, change their culture. This is really something to think about. And I think the lecture by Mignon can actually provide some help in this. On the level of competence, circular economy requires new competences, new relationships with external partners. So you see that an example of a circular competence configuration is that the business is also a network orchestrator in addition to a food producer. And this requires new capabilities. It has new financial trade-offs. It can take a long time before your competence is developed. And even with that, there are risks involved in terms of the technological means to do so. On the level of power, you can think about that circular economy actually disempowers certain actors. So think about raw material providers who will not be as important anymore, but also empowers particular or novel actors. So it can actually empower recycling companies. So in a circular configuration of the boundary of power is that a business says, well, we empower a fair division of efforts and payment. But this is, of course, also very challenging because I don't think there are many businesses who are willing to compromise their current power division without proper negotiation. So last, on the efficiency level, the reconfiguration is the adoption of novel roles. Who will do the logistics? Who will do the recycling? Will the raw materials still be needed or not anymore? So a circular configuration on this level would be to deliver and take back and recycle instead of just produce and sell. But here it's really about who has the materials to do so, who is willing to do so, how will these new activities be divided in the value chain? So how to deal with these challenges? Well, you can't develop the business model on your own. You will need to do this in collaboration with your network. And many challenges derive from tangents and changing organizational boundaries, the idea of boundary work is a useful idea to think about this. So boundary work is about the attempts of actors to create, shape, and disrupt boundaries. And this
usually happens in three iterative phases, so, where you start exploring your current boundaries and the boundaries in your network, as well as how they would look like in a circular strategy. Once you have an idea about that and you know which partners will be relevant, you can start to negotiate with these partners and think about who should I approach first, or who are really the key stakeholders, and to start brokering that. And you can also see that maybe some actors who appeared not to be that relevant are actually quite relevant in order to align other partners because they have a very strong social interest. So think about municipalities or public agencies who have an interest in social or environmental purposes, who are actually willing to pay or to provide the knowledge or the capabilities for other businesses to align. So this is really a network focus which provides new opportunities. And then in the end, of course, it's about implementing these boundary changes. So you agree with all of your partners to align, and this can be in a pilot first, which can be scaled up at a later phase. But these three phases all shape your business model. It's not something that as a business you can think of yourself. So just to conclude, the new role of business in society, can businesses be part of a circular economy solution? My personal opinion is that they do, but they do not on their own. And every actor has a role to play, not only the business actors, also the non-business actors, also you as a consumer, also public agencies. Everyone has to think about what their role is in circular economy, and how this role aligns with their external environment. I do therefore think that it involves radical new forms of reorganizing the business model and its network. And in this, it's very important to design both the product and the network. So often the circular economy is approached rather technically, on the product level, on the material level, but this social innovation, change of consumer behavior, change of partners, of networks is very important. And then I can see that circular economy is a driver for sustainable business. And I think boundary work can be an idea or can actually help to do so. So a little bit to give you a little bit of some takeaways, some food for thought. Well, what do you think the new role of businesses is? Can they be part of the solution to the challenges we have for sustainability and circularity? What, according to you, would be the business case for circular business models? If you are a business, why would you engage in circular economy? If you're a consumer, why would you rather buy a circular product than a usual product? Just think about it in the different roles that you could have. Also think about the existing examples. Do you think they go far enough? Are they really on the integrated value, on the alignment with purpose and mission level? Or is it a little bit of a greening in disguise? And well, taking that into account, is it even possible to develop sustainable and circular business model within the current neoliberal paradigm, where we think about endless economic growth? And then what policies might be needed to change the circular economy business models? So with that, I would like to conclude this lecture, and I hope you enjoyed it. I hope you gained some inspiration from it, quite some new examples. If you would like to know more, then go to our website, www.fontis.nl/fact. Welkom bij de Yo-Show allemaal en leuk dat jullie luisteren of kijken. En fijn dat jullie dat nog steeds blijven volhouden. Ja, we hebben weer een aantal leuke dingen voor jullie op stapel. En het eerste is eigenlijk een hele simpele oplossing. En dat zijn meestal de leukste. Gewoon technieken pakken die al bestaan en dan zo toevoegen aan iets dat je toch een energiewinst of een duurzaamheidswinst krijgt.
Nou, dat, Zonnepanelen op vrachtauto's. Ja. Hoe verzin je het? Ja, ja, heel makkelijk eigenlijk. Oh. Gewoon de vraag stellen, wat gebeurt er als je een zonnepaneel op de auto legt, op een vrachtwagen legt? Ja, en volgens EM Efficiency, dat is het bedrijf dat daarmee bezig is, levert dat per jaar ongeveer 6 ton CO2 per vrachtwagen spaar je uit, stoot je niet meer uit. En je hebt €2500 minder aan brandstof uitgegeven in een jaar. Per vrachtwagen. Maar hoe werkt dat dan? Is nou, het een soort van lightyear auto? Dus een gecombineerde elektrische en nee. Dieselauto? Nee. Nee, dus normaal zit er altijd... zeg maar, de zonnepanelen worden niet gebruikt voor de aandrijving van de auto zelf. Dus de motor is niet elektrisch of wat dan ook. Maar puur voor de airco en dat soort dingen. Alles wat je normaal voor je lichten... Alles waar je normaal eigenlijk ook gewoon je diesel op verbrandt om dat draaiende te houden, dat kan nu vervangen worden door een paar zonnepanelen op het dak. En, ja. Ze zijn nu aan het testen. Ze zijn een grote praktijkproef en de laatste praktijkproef ook aan het doen om daarna het echt te gaan verkopen. En ze verwachten in de Benelux op korte termijn ongeveer 4000 trailers van zonnepanelen te voorzien. Dat is wel terecht. Geweldig. Ja. Dus ja, dat is gewoon een leuke manier om minder CO2 uit te stoten, denk ik. Ja, dus eigenlijk de hele snelweg wordt een groot soort zonnepark op die manier. Ja, rijdend zonnepark. En dat is wel mooi dat dit nieuws deze week kwam, want ook Lightyear is samen met DSM zijn ze nu bezig om... hun techniek van zonnepanelen op elektrische voertuigen niet alleen bij hun eigen auto's te laten, maar dat ook verder uit te breiden en te kijken of andere auto's of andere soorten voertuigen dat ook kunnen gebruiken. Dus mooi nieuws voor zonnepanelen op auto's en vrachtwagens, denk ik. Ja, ik heb vooral vrachtwagens, want we gaan natuurlijk na de coronacrisis allemaal minder forensen, hè? Dat hopen we dan maar. Maar vrachtwagens blijven natuurlijk rijden en zijn nog lang niet allemaal elektrisch. Dat duurt denk ik ook nog wel heel lang, of op waterstof. Ja. Dus wat dat betreft is denk ik zo'n innovatie kan heel erg goed helpen. Ja, zeker. Heb jij nou al zonnepanelen op je dak, Frans? Nee, dat is allemaal even stilgelegd vanwege de coronacrisis. Maar, Ja, die juist een heel goed moment om te investeren? Of, ja, voor mij wel, maar... Voor de aanvraag en dergelijke niet. Dus dat duurt allemaal een beetje lang. Maar dat komt eraan, dat komt eraan. Goed, dus duurt even. Nou ja, en uit de coronacrisis komen is leuk, maar dan heb je wel een vaccin nodig. En dan is nog de vraag, hoe ga je dat toedienen? Nou, gewoon een flinke injectie toch in je arm. Ja, jij houdt wel van een dikke naald daar. Dat is toch zo voorbij. Als dat zo zo beschermd tegen zo'n vreselijke ziekte, dan is dat toch lijkt me het minste probleem. Zeggen. Ja, nee, dat lijkt me ook. Maar als het makkelijk kan, waarom niet? Dachten we onderzoekers van het Max Planck Instituut in Duitsland. En in tegenstelling tot een injectie, dus in een spier, hebben ze nu een injectie die je kan gebruiken voor onder andere een mogelijk vaccin tegen corona. En niet dat vaccin er is, maar zodra het er is, dan kunnen ze dit gaan gebruiken. Maar dat gaat gewoon via de huid. Dus dan kan je denken aan een pleister of een zalf waarmee het aangebracht wordt. Micronaalden lees ik. Ja. Dat klinkt wel meteen als een hele dure manier. Moet je toch niet gewoon die dikke spuit erin? Of is het dan ook een kostenefficiënt? Dat weet ik nog niet. Dat hebben ze nog. Zover zijn ze nog niet. Zeg maar, ze hebben nu het voor elkaar gekregen dat het werkt. En het heeft ook wel wat voordelen. Want je hebt langerhandcellen. Nou, die zijn heel erg belangrijk voor je immuunsysteem. Want die zorgen ervoor dat het antwoord op een virus geactiveerd wordt. Zeg maar. Als ik het goed zeg. Maar door het recht op de huid aan te brengen, dan kan je dus die cellen sneller activeren. En daar bevinden zich ook meer immuuncellen dan in spier.
waar zo'n injectienaald dan in zou komen. Dus dat zijn ook nog wel voordelen die het heeft. Ah, oké. Okay. Dus, als het dus niet alleen maar is, goedkoop, dan zou het top zijn. Maar... Het is niet alleen maar tech om, om de tech. Tech om mensen met een naaldenfobie gerust te stellen. Nee, nee, ja, dat valt mee. Dus ik moet daar ook niet zo makkelijk over doen. Ben je echt bang voor prikken? Nee, ja, het is even vervelend, maar ja, boeien. Ja. Ik heb er niet zo'n probleem mee, eerlijk gezegd. Ja, en dan hebben we nu weer een columnist van Jo die we even gaan interviewen. En het is Eveline van Zeeland dit keer. Ja, we hebben er dit weekend twee. Hans Helsloot, die vertelt ook weer wat over corona-innovatie. Maar ja, die hebben we de vorige keer al in de uitzending gehad en Eveline nog niet. Ja. En jij had Eveline nog niet eens gezien, begreep ik. Dus, nee, dat klopt. Dus ik ben benieuwd. Leuke kennismaking. Ja. Ja, ze gaat het hebben over hoe je nou kan ondernemen in een anderhalve meter economie. En gericht op MKB'ers en de wetenschap en het hoger onderwijs. Dus ja. Vandaag te gast is onze columniste Eveline van Zeeland. Eveline studeerde algemene economie en psychologie. En ze is eigenaar van het Marketing Design Lab en hoofddocent onderzoek en technologie bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Je bent daarnaast auteur van het basisboek Neuromarketing en van het boek Marketing Design met Customer Journey Mapping. Hele mond vol. Tevens staan er diverse wetenschappelijke papers op haar naam rondom het thema vertrouwen. Maar vandaag gaan we praten over de coronacrisis en wat het betekent voor bedrijven. Want daar gaat jouw column over van dit weekend. Welkom Evelien. Dankjewel. En dat je even tijd kon vrijmaken, want je zit een hele drukke dag, begreep ik. Kun jij eens vertellen wat er op dit moment allemaal gebeurt op de hogeschool rondom de coronacrisis? Ja, je ziet op de hogescholen heel erg, hè? Studenten die moeten praktijkopdrachten doen, die moeten stages doen. En tegelijkertijd zit er natuurlijk enorme hulpbehoefte bij veel ondernemers. Helemaal de ondernemers die de slag naar online moeten maken en dat nog niet gemaakt hadden. En je ziet er in allerlei initiatieven nu ontstaan op het gebied van corona-hulpgroepen. En ik ben er wel erg van gecharmeerd dat de kennisinstellingen de ondernemers helpen. Corona-hulptroepen, dat klinkt heel spannend. Wat doet een corona-hulptroep? Nou, een corona-hulptroep is bijvoorbeeld een groep studenten die onder begeleiding van een docent een vraagstuk beetpakt waar een ondernemer nu acuut tegenaan loopt als gevolg van de coronacrisis. Dus denk aan een standaard retailer in een winkelstraat die opeens merkt, ik heb geen klanten meer, online is het nu te doen. Ik moet zo snel mogelijk een webshop creëren. Nou, daar kunnen de studenten die nu online marketing leren natuurlijk heel goed bij helpen, bijvoorbeeld. Ja en in je column heb je het ook over dat ondernemen en succesvol ondernemen in tijden van verandering een driestapsraket is. En dat is een bekende theorie, blijkbaar. En je zegt dat maar eigenlijk 10% van de MKB'ers bijvoorbeeld dat echt goed kunnen. Hoe kan het... de wetenschap of het hoger onderwijs, juist die MKB'ers, die overige 90% helpen om ook succesvol te worden? Ja, die inschatting 10 versus 90% die komt niet van mezelf, hè. Die komt vanuit de overheid. Ja. Die zelf een MKB-actieplan al heeft geïntroduceerd, overigens voor de coronacrisis, waarin ze merkt, want we hebben niet alleen die coronacrisis nou, we hebben natuurlijk ook een heel snel tempo van innovaties op dit moment, dat is midden in de vierde industriële revolutie. Ja, je merkt dat eigenlijk maar een beperkte groep MKB'ers daar heel goed in mee kunnen. En dat zie je nu bij die coronacrisis ook. En de inschatting van de overheid is dat ongeveer 10-90% is. En als je dat koppelt aan de wetenschap, dan zie je dat meekunnen met veranderingen, helemaal als ze zo actief zijn als nu, dat heeft te maken met goed kansen kunnen spotten, sensing. Dat heeft te maken met kansen vervolgens kunnen benutten, seizing. En daarna nog een volgende stap zetten, dat we ook op de langere termijn kunnen aanhouden. En voor mij gaat het nu vooral om die beginfase, want daar gaat het nu eigenlijk al heel erg veel mis bij ondernemers. Gewoon überhaupt de kansen kunnen zien. En dat speelde al heel erg in dat tijdperk van innovatie waar we nu middenin zitten. Maar bij coronacrisis geldt dat net zo goed. En uit onderzoek blijkt dat een belangrijk instrument van kansen kunnen zien vooral kennis is. Informatie, weten waar we kennis te halen valt. Ja, daar is gewoon een rol weggelegd voor de kennisinstelling op dit moment. Ja. Dan kun je eens een concreet voorbeeld geven, want het klinkt heel mooi, kansen zien. Maar kun je een voorbeeld zien van die lokale ondernemer
die wel degelijk kansen heeft. Terwijl hij denkt van ik lig helemaal down and out, nog een beetje aan het bijkomen is van de lockdown, waar hij allerlei dingen niet kan. Zie jij, kun je een voorbeeldje geven van zo'n ondernemer die zo'n kans heeft gezien en ook heeft gepakt? En daar nu misschien wel ook wel zelfs de vruchten van plukt. Ja, je ziet het nu op microscale heel erg terugkomen. Hè. We hebben foto's gezien van het restaurant die natuurlijk die kleine kastjes als eetgelegenheden creëerden. Sporteigenaren die buiten gingen sporten. Winkeleigenaren die privé shoppen gingen creëren. Dus we zien het op microscale heel erg terug. Maar dat is echt in the heat of the moment van dit moment. Ik denk dat juist om die slag net een stukje verder te maken, dat als we het hebben over videobeeld en over de online wereld, over VR, wat een techniek is om toch heel veel beleving alsnog toe te voegen, ja, daar is net een stapje meer bij nodig. En je begint, we zijn nu niet meer in de eerste week van de coronacrisis, maar we zijn al eindje op weg. En je ziet dat nu juist de laatste week zie ik heel veel van dat soort voorbeelden naar voren komen op het gebied van VR, op het gebied van robots die in de winkel kunnen ondersteunen. Hè? Van let op, je komt te dichtbij of je moet het winkelpad volgen bijvoorbeeld. Ja, dat zijn dus hele mooie voorbeelden. Maar daar heb je wel kennis van VR, van robotica voor nodig om die te kunnen benutten. Ja, en daar kunnen hogescholen kunnen daarbij helpen. Absoluut, en universiteiten net zo goed. En juist die kennis delen. Er zijn genoeg studenten nu met robots bezig, met programmeren bezig. Ja, laat ze dat doen voor de mensen die dat nu heel hard nodig hebben. Ja, ja. Ja, je bent zelf hoofddocent ook. Geef jij je studenten ook een opdracht nu mee om een lokale MKB'er te gaan helpen? Of hoe zit je er zelf in? Ja, vanuit de HAN hebben we een hele groep, eigenlijk een hele jaarlaag zijn nu vol bezig inderdaad met retailers te helpen. Dus we hebben die corona-hulptroepen, dat is vol bij onze opleiding geïntegreerd. En daarnaast begeleid ik ook heel veel afstudeerders die met hun afstudeerprojecten dat natuurlijk ook doen. Ja, horeca-ondernemers die nu opeens stil liggen. Ja, elke hulp is welkom. Best practices opsporen bijvoorbeeld. Hè. Welke horeca-ondernemers lukt het toch om iets te doen? Ja, daarvoor moet je gewoon heel erg veel in de wereld duiken. En dat is een rol die studenten heel mooi op zich kunnen nemen. Dus dat vind ik wel leuk om te stimuleren, ja. Ja, gaat dat goed? Heb je voorbeelden van studenten die inderdaad zo'n ondernemer al een heel eind op weg heeft geholpen? Of? Ja, ze zijn nu daar vol mee bezig natuurlijk, hè? Dus we hebben dat echt heel erg breed. En je ziet eigenlijk dat, omdat studenten niet midden in de stress van die onderneming zitten, hè, de paniek van het financiële gemis, kunnen ze toch met een andere bril naar kansen kijken dan ondernemers zien. En dat is wel heel mooi om te zien. Ja, tof. Oké. Ja, je column is van het weekend te lezen op Innovation Origins. En daar leg je veel uitgebreider nog uit wat het nou het probleem is. En hoe je die kansen moet grijpen. Heb je nog een afsluitende mededeling voor MKB'ers die nu denken, ja, leuk dat ik kansen moet zien, maar hoe doe ik dat? Hoe ga ik te werk? Nou ja, mijn column is vooral een oproep naar de hogescholen. Hè. Op het moment dat al ons onderwijs gaat voor een groot deel online tot februari, hè, is nu al de bericht dat het spit niet er nu. Waarschijnlijk zit ik zelf tot februari voor een groot deel achter de computerscherm les te geven. En dat doen nu alle docenten. En niet alles is geschikt om bij aan te haken, maar veel ook wel. We geven heel veel basiscursussen, robotica, online marketing. Ja, als we ze toch geven, dan denk ik wel dat we heel gemakkelijk daar ondernemers in deel kunnen laten nemen. Dus mijn oproep is niet zozeer naar de ondernemers, maar juist aan degene die kennisverspreiding kunnen faciliteren. Ja, dat doe ik zelf heel erg in mijn best en ik hoop dat dat een beetje verder verspreidt. Ja. Ja, nou, daar gaan we bij helpen. Ja. In het weekend. Hartstikke leuk. Dankjewel, Eveline. Bedankt. Jo, dankjewel. Hoi. Daar. Ja, dat was dus Eveline van Zeeland. Ben je klaar? Of? Ja, nee, ik zit de krant te lezen. Ik dacht, volgens mij moeten we het ook nog eventjes hebben over dit verhaal. Ja. En dat gaat er natuurlijk om dat we een nieuw college hebben in de provincie Noord-Brabant. Waar Forum voor Democratie van uitmaakt. En waar wat angsten waren van als Forum voor Democratie nou deel gaat uitmaken van die coalitie, dan gaat al die prachtige innovatie in Noord-Brabant, die de afgelopen jaren is gebeurd,
die gaat dan verloren. Want die hebben helemaal niks met milieuvriendelijke technologie. Toen dachten wij, laten we eens eventjes een mooi dossier maken om het nieuwe college wat te helpen, op weg te helpen, om te laten zien wat voor geweldige innovatie er al is in de provincie. We komen natuurlijk oorspronkelijk uit Noord-Brabant. En jij hebt de afgelopen dagen heb je in no time een prachtig dossier met hoeveel verhalen samengesteld? Ja, meer dan 20. En, meer dan 20? Dat is een, nog maar een selectie van allerlei initiatieven, bedrijven, start-ups die bezig zijn met de energietransitie en op een of andere manier een duurzamere wereld voor elkaar proberen te boksen. En wat vond jij dan de mooiste daarvan? Ja, kom ik toch bij Lightyear weer uit misschien wel. Of Team Solid. Ja. Vind ik ook wel heel cool als dat echt gaat lukken. Dat ze metaalpoeder gebruiken om als CO2-vrije herbruikbare verbrandingsmiddel. Dus, ja, prachtig. Brandstof. Was dat niet de samenwerking ook met een, bier, een ja. Bierfabrikant? Ja, een bierbrouwer. Een bepaalde Brabantse bierbrouwer die is nu met hun aan het samenwerken inderdaad om daar een eerste proefplant neer te zetten. En daar zou je dus bier gebrouwen op metaalpoeder in plaats van andere vervuilende brandstoffen. Ja, maar het is natuurlijk echt hartstikke belangrijk. Hè? Ik bedoel, er zijn verhaal vandaag in het AD en ook in het Brabants Dagblad begrijp ik over dat die schone lucht snel nodig is. Niet alleen maar omdat we beter willen ademhalen en dat het goed is voor je gezondheid. Maar het is ook gewoon, er is natuurlijk ook een waarschijnlijk verband tussen vieze lucht en het coronavirus. En dus wat dat betreft is het echt hartstikke belangrijk dat we nu daarin gaan doorpakken. En geen pas op de plaats gaan maken. En ik vind dat wel, wij doen niet zo vaak een oproep als Innovation Origins. Maar dit weekend zetten we dan toch een aanbiedingsbrief aan het nieuwe college online. Omdat wij het ook echt heel belangrijk vinden. Eén, dat die innovatie wordt gestimuleerd. Maar twee, omdat het voor de gezondheid gewoon hartstikke belangrijk is dat we die schone lucht de komende jaren echt gaan laten stromen. Ja, ja, absoluut. Daarom zetten wij als aanmoediging een dossier leesvoer voor ze klaar. Waar ze 20 of meer verschillende start-ups, bedrijven, instellingen kunnen ontdekken die hartstikke hard bezig zijn met allerlei manieren om ofwel duurzame energie te winnen ofwel op een andere manier te gaan denken om uiteindelijk minder CO2 uit te stoten. Dus genoeg voor ze te lezen, denk ik. Ja, en waar Brabant ook heel erg trots op kan zijn, hè, denk ik. Want het zijn allemaal bedrijven, en dat hebben we ook laten zien, bedrijven die gewoon geweldig innovatief zijn, geweldig mooie dingen laten zien. En ik, volgens mij kunnen die ook in deze tijd steun van de provincie van harte gebruiken. Sommigen zijn al heel succesvol, maar anderen verdienen ook gewoon de komende tijd zeker nog dat extra zetje van de provincie. Ja, ja, mee eens. Nou, dus ook ieder luisteraar en kijker gaat het vooral lezen van het weekend en ontdek een aantal mooie bedrijven waar je misschien niet van hebt gehoord. Sommige zijn steeds verder dan in het verhaal staat. Want de verhalen, het is een dossier van oude verhalen die we hebben opgescharreld. Maar de meeste zijn redelijk up-to-date, zag ik. Dus ik denk dat we daarmee een mooie stap doen naar een duurzamer provincie, toch? Prachtig. Is goed. Ga je nog wel leuks doen van het weekend? Ik heb twee verjaardagen te vieren. Mijn vrouw is jarig en mijn zoon is jarig. Gefeliciteerd? Dubbel gefeliciteerd. Ja, maar feestjes die moeten op hele bescheiden schaal plaatsvinden, dat begrijp je. Want anders dan staat de buurtboa op de stoep. Ja, heftig. Dus hoe ga je dat doen? Allemaal een eigen water, allemaal een eigen opblaasbootje en dan laten drijven. Ja, dat is wel een idee, ja. Nou, goed idee, dankjewel. Ga je naar de Action en dan koop je gewoon
Over duurzaam gesproken. Ja. Ga je naar de Action en koop je 20 opblaasbootjes. En dan... Ja, heel goed plan. En dan gooi je ze daarna aan het eind van de dag weer in de plastic bak. Ik moet nog naar de goede oplossing. En wat ga jij doen? Over duurzaam gesproken. Ik ga weer een boompje eruit jassen in mijn tuin. Kijk. Oh, de uitjassen. Ik dacht planten. En wat plant je ervoor terug? Aan de voorkant gaan we wat kleine boompjes planten. Maar dit is een berk en nogal wat mensen die allergisch zijn in de buurt. En dat heeft zo'n storing. Dus, Oké. En terrastegels er ook uit, hè? En dat heb ik voor een deel al gedaan. Dus, goed. Dan doe je toch iets goeds voor het milieu. Ja, absoluut. Voor het Brabantse milieu. Ik heb al een tijdje in de tuin. Dus, Mooi zo. Nou, geniet ervan. Ja. Oké. Okay. Hoi. Is Rens van der Vorst en Johan Kamp. Rens van der Vorst is a regular here, I must say. He was already at our first symposium as guest speaker, but also at our other event, which we have yearly, which is the FIECT Dag, or Day, yeah, that's also in English, where he also spoke. So he's a regular, and he calls himself the techno-philosopher. What that all means and what he wants to achieve being a techno philosopher and also being a researcher has to do with the being aware what technology around us does with us. And in his research, together with Johan and also other colleagues from FIECT, he tries to develop tooling to make us aware that technology surrounds us and makes us aware of what it does with us. And I think that has something to do with the title of the talk. Let's talk about grief bots. Hands up for Rens and Johan. Okay. Thank you. Hello. Can you hear me? How are you doing? Yeah? Okay, my name is Rens. I'm techno-philosopher and I'm also head of IT innovation with Fontys University. And today we talked about this conference about the question, can we trust bots? And that's an important question, of course, because bots can do amazing things. You know, bots can have like intelligent conversations, and they can run, they can jump, they can do backflips. Maybe they can even make a pancake or something like that. But you also have bots, to be honest, that are a little bit underwhelming, right? You also have bots that are very disappointing. You even have expensive bots that can do shit, like this one. You know this one? This is a hospitality robot. It's called Pepper. And recently I heard that Pepper is deployed with cities in City Hall as a hospitality robot. And I read a report about that. And I learned, one, I learned that most people ignore Pepper. Two, people that do notice Pepper only use it to make a selfie with it. Three, you have to keep it in park mode, because if you have it in roaming mode, it will leave City Hall. And there's one documented case that it fell down the stairs. So much for artificial intelligence there. And finally, I learned that Pepper costs around 10K and that it comes with a thick contract. And in the contract, it says that it's absolutely forbidden to have sex with Pepper. So maybe we trust the bots, but the bots obviously do not trust us. And this got me thinking. So I was thinking, okay, so I went to a website of a company called Roxy Companion. I don't know if you know it, but that's a company that makes artificial sex bots. And they're really, really advanced nowadays, because they can talk to you, they can listen to you, they're always turned on, they can even fake a real orgasm. And they're filled with artificial intelligence. So you can configure a personality onto the bot, like Wild Wendy, which is ready to go whenever you get home, or Frigate Farah, it's really true, she will fight you emotionally. So if you are a city today, or a company, and you feel a little bit adventurous, maybe you can consider using a bot like this as a hospitality robot. That's just like
something to take with you. If we talk about trusting bots, actually, we're talking about trusting people, right? Because people design bots. So if you talk about trusting like an autonomous vehicle or a self-driving car to make all kinds of decisions, we are actually trusting people that overlooked simple design issues like this. Because it's still really easy to trap a self-driving car, just like, and then it's trapped. That's easy. Those are the people that we trust to make ethical decisions about life or death. That's something to think about. Trusting bots, trusting technology is trusting people. And that's not the most profound issue with technology. Maybe even more profound is the idea that technology impacts society and it impacts people. Technology changes people. And this guy, does anybody know this guy? This is Stuart Brand. This is the most famous, not so famous, Silicon Valley personality that ever lived. And he is a big inspiration for people like Steve Jobs and Elon Musk and Jeff Bezos. And he once said that if you want to change people, you have to change the instruments they work with. Because if you change the instruments, you change people and then you change society. And that got me thinking. I got me thinking about what kind of instruments did change in the past 20 years and what kind of people did design those instruments and what did it do to us? And I made a little video of that using the most powerful tool ever given to humanity. Do you know what's the most powerful tool ever given to humanity? PowerPoint, right? It's PowerPoint. Yes. Here we go. See, so changing the impact of technology is really about changing people and changing society. That's why we really have to think about the impact of technology and ask hard questions like, are algorithms getting better at predicting or are we becoming more predictable? Should technology make us more human or should technology be more human? Is technology empowering us to make better decisions or should it make better decisions for us? Is platform technology about sharing or is it about judging? And do we really want our reality to be augmented or do we want it to be diminished? And do we want our values at core in technology or is it about the values of a technology company? These are the questions. And that is why at Fontys we are finding ways to help students, programmers, designers, inventors really think about the impact of technology. And in what way we are doing that will be told by Johan. Floor is yours. Can I have your... Okay, let's start with something from my viewpoint. I'm a teacher, except from a researcher. And one of my students this year, first year student, came up with this video. I will show it to you.
Master test, please. Master accepted. Good morning, Jordy. Did you had a nice sleep? Here are the morning announcements, meetings, and appointments for today. Do not forget an umbrella. Like yesterday. You have been called. Press the button to open menu for real life conversation on screen. Your car fuel has to be full. I recommend you to eat at the tank station because there is much traffic in 25 minutes and you need to move as quickly as you can. There is some aftershave in the car. Car is nearby. Locked. Push your ring against the scanner. Car accepted. Engine on. Do not forget your seat belt. Have a nice drive. You forgot your wallet. But luckily you have me. So this is a typical example of what my students make. Most of the technology that is used is by good intentions. People want to make the world a better place, an easier place, a more convenient place to live in. But I ask my student, do you think there are some pitfalls with this? And I made him think about it. And where he came up to where he, what he thought could be a pitfall is that one could have four fingers and he could be left out, so the ring wouldn't fit. Okay, that's a pitfall. And he thought about losing the ring. Losing the ring, if this is the case, of course it's a prototype, so it's not real or live yet. But if you lose the ring, you lose all. So you can't go into your house anymore, you can't start your car. Maybe some bad actors can do bad things with your information. So the solution he came up with is to adjust your finger, to make a hole in it with magnets, so that the ring would click into it so you can't lose it anymore. So then the idea became much scarier than it already was. That's exactly the case. A lot of these kind of things happen when I give lessons. So I'm a lecturer in ICT. So most of the ideas are with good intentions, but can turn out badly in the end if society changes or if other people do other things with it. So last year we were also here at this symposium with the research group, and we studied the techno-philosophers first, to get a grip on what are we talking about. And we came up with a poster about AI and technology. Last year was about AI. And we thought about, is technology neutral or is it an unstoppable force of nature? Or is it in between? Are we technological humans or are we becoming ones? So, and we came up with an ethical framework. It's called TICT. It's the Technology Impact Cycle Toolkit, and we're very proud to have this online. It's a beta version, but we like to invite you to join and to cooperate because it's a community also. We are constantly changing and making it better. It's a free toolkit that helps users to make better decisions on the impact on technology, and it's also free for everyone
because we want you to help and design. It's not only for ICT students or engineering students, because if you use technology, for instance, like a falling mat for a grandma, if she falls down, that the family will notice, you are also impacted with questions that you should ask about it. Where does the data go? Can bad actors hack the system? Who is involved? Who are your stakeholders? So we made a toolkit and also a short movie about it. Hey, I'll show you. You there. Are you a designer, developer, or inventor of new technology? Are you thinking about using, buying, or implementing a new technology? Do you want to determine the impact of this technology? Then the Technology Impact Cycle tool is the thing for you. The Technology Impact Cycle tool helps you to ask the right questions. Is your technology really solving the right problem? Are you sure? Did you think about what bad actors can do with your technology? And privacy issues? And is your technology inclusive, transparent? And are you sure you thought about all stakeholders? The Technology Impact Cycle tool will facilitate these questions and many more and inspire you to discuss and improve your thinking about your technology. And it is free. And you can share your input and create output and find more information and frameworks and so on. You can tell us what you think about it. We guarantee we will listen. So it's a community. You can give us input. We can see what you came up with and correct you or see what you've done. The thing when we designed this is that we wanted a toolkit, not for not being utopic or dystopic in front. We are not the persons who decide what you have to think. So you can be as specific as you want to, you can be as optimistic as you want to, but if you want to earn a lot of money, and that's the case, you can also put that as an input into the toolkit. So you can be as good or bad as you want to be. There's no, it's a non-moral tool. So that's the case. The tool is meant to ask the right questions, to provide you with some good and best practices, so you can learn from it. And it's part of a community, so you can look into it. It's also part, and that's one of the main things when developing this toolkit, it should be part of a design cycle. We think that thinking about the impact of technology should not be something that you make up your mind to only in the end. It should be a process. And in a process, you can iterate and you can think about things in the beginning, in the middle of the process, and in the end. So you can think about the positive sides of your technology, intended use, how you want to make the world better. You can think about the risk, the pitfalls, things that might turn out badly in the end. And you can sketch some future scenarios. What kind of world are we making? Is this the world we want to live in? Or do we have to change something about our tooling to make it a better world, which we want to live in? So, and then you can balance. Then you can switch to how can I make the positive things better, and how can I turn down the possible negative effects? So it's like a design cycle, a development cycle, a lot of iterations. It's something that you have to discuss with others. It's not something that you have to do alone, and then you get your check, I have filled in the toolkit, and then I'm finished. It's an ongoing process that you have to do. This is what the toolkit looks like. You can see it online at tics.io. And we have multiple categories in which you can ask yourself or your colleagues or your students some questions about, like, what's the impact on society? What can bad actors do? What about privacy? What about human values? Are they at stake? Are they at core? Did we think of all those questions? And this is designed together with the Fontys University of Applied Science, HRM and Psychology, together with the Law University, and together with the Lectorate of AI and Big Data. So a lot of people are involved, and a lot of people can join if they want to. So it's not only for ICT students, it can be a broad thing.
I show you a little bit of it. If you open the tool and you click on one of the categories, like for instance, impact on society or inclusivity, you get a lot of questions. And on the left side are the main questions you can fill in. On the right side of each portal are some more questions to get your thinking going. So that's the only part. On the end of each category is the question, I think you cannot read it. Did you make any changes to your design regarding what you just filled in above? That's a very important question to ask. So in my opinion, ethics should not be a showstopper for not doing something of or not wanting to work somewhere. Ethics should be an improvement of innovation. So you start doing, you don't stop doing, but you do better. So that's the case here. We are still working on the toolkit, so now it's like this. In a couple of months, we will launch an A4 quick sheet that you can fill in to just discuss with peers some quick questions, quick categories. And if you want to go deeper, then you can go to the tool, ask more questions about one category. You don't have to fill in each category or each question. It's more like a discussion tool. So you can go and ask questions to other and improve your project. For the final part of this lecture, I have been going to the internet. I have asked some natural language processing programs to tell my story. So I have three cases for you. It's about the griefbot. I don't know if you know what a griefbot is. A griefbot is a case that we worked out in our tool. So it's online now. You can get yourself a PDF file if you want to read all the questions that we answered for you. A griefbot is something that helps with grieving if someone has passed away. So regarding what he or she has left online or elsewhere, all the data trails that people left behind when they disappear can be put into a new person, a new bot person, where you can talk to and helps with grieving, with mourning if someone passed away. So I have three scenarios in the future, what these kinds of bots can do for us. So this is the first one, and it's a 20-year-old female, and I'll let her speak. The story. When my mother died, I was only 4 years old. Now that I am 28 years old, I only heard the stories from family members and people who worked with her about the wonderful person she must have been. 4 years ago, our daughter was born. She is 4 years old now, and I keep on struggling with this missing part in my life. What kind of things would my mother have said to a 4-year-old from her role as a grandma? I thought I would never know until this new technology came up. They call it a grief bot, but my daughter just calls it grandma. She talks to her all the time, and I hear them giggling when I walk out the room. Sometimes she whispers that my daughter is exactly like I was at that age. What a nice thing that my daughter can grow up with a mother I never had, although they will never meet in person. But what does meeting in person actually means now that everything has gone digital? Is it really necessary to make a distinction between what is fake and what is real? For my daughter, grandma is real. That is the only thing that counts. What do you think? Is it a good thing, bad thing? Nice thing that little child can know who grandma was? Good? Okay, fair enough. Let's see the next case. When Carl died, we all wanted to stay connected, like everyone does when the grief bot asks you if you want to remember a person's life and connect again. But when we connected, I got a whole different Carl than I expected. In my mind, he has always been the most caring husband, the best I could wish for. But now that I have asked him some questions, he gave me some unexpected answers. And when my friends asked him questions, he answered very rude. Was this always the case, and did I just didn't see it? I don't know what to do with it anymore. Should I keep my own memories alive, or should I replace them with new ones? Do I end up with a totally different person in the end? What is real and what is fake? I don't know it anymore.
The strangest thing is that my friends say I should get myself into a new relationship again and forget about Carl. But how can I do that when he keeps on talking to me like he is still with us? It feels like betrayal if I leave him now. Or do I betray myself by not letting him go? How did people do this in the old days? Did people just disappear in time? Could they be forgotten? I feel trapped in this situation, but it's like a circle I can't get out of. Okay, still positive? Who? More this topic? Dystopian? Okay. I have one last one for you. When Dimph died, we all wanted to stay connected. We knew she had a lot of friends, but even now people keep signing up because they want to stay in touch. The strangest thing is that we cannot decide who are friends and who are lovers. Multiple people keep on telling us they were her on and only, and when she was still alive she mentioned nobody in this role. Now that we have to divide her inheritance, everyone claims to be her lover and thus the inheritor. Before the grief bot, things were all crisp and clear. In her testament she stated that all of her belongings should go to Bobby. But who the heck is Bobby? If we ask her, the answer is not clear. Her answer to that question always comes with a glitch and then the system collapses. What do we have to do? Everyone is fighting and the only one who could tell something about it has been hacked apparently. But by whom? How can we decide? Is anyone here still positive about this grief bot thing? Yeah, too. Okay, this is exactly the reason that we have to think about the impact of technology on society and what things do we want and not want to happen and how to change things. So please join us. You can go online. Thank you. Okay. Ja, het is nu tijd voor een nieuwe topnames. Te gast hebben ze Juliette van der Laarsen. Zij is van Science Tales CERN. En dat richt zich op het maken van games voor kinderen voor natuurkundig onderwijs. Het project staat nog in de stijgers en het is nog niet echt een game. Het is meer een demo te noemen. Maar het is zeker een innovatief project. Dus blijf vooral kijken en veel plezier. Welkom bij het Topnames vanuit Amsterdam-Oost, vanuit Amsterdam-Noord en vanuit Aalsmeer. Juliette van der Laarsen. Hoi, jij zit in Aalsmeer. Werk je allemaal vanuit thuis? Ja, ja. Dus, de laatste weken? Pardon, wat zei je? Ben je niet meer op kantoor geweest de laatste weken? Nee, alles gaat eigenlijk digitaal. Ik werk ook nog hiernaast bij de Universiteit Leiden en daar gaat ook alles digitaal nu. Dus het is best wel vreemd zo zonder collega's in ene. Ja. Hey, je bent van Science Tales, CERN. Wat is dat? Science Tales CERN is eigenlijk een educatieve mobiele game die lesgeeft in natuurkunde aan kinderen. Maar op dit moment is het nog niet zozeer een game, meer een demo, eerste fase, denk ik. En voornamelijk met heel veel onderzoek op dit moment er nog achter. En waarom ben je dat begonnen? Ja, even denken hoe ik dat kan samenvatten. ik vond natuurkunde eigenlijk altijd al heel leuk. En ik heb op middelbare school ook dubbel technisch profiel gedaan. Dus natuurkunde erbij en extra computer science dan nog. Vond ik eigenlijk altijd heel leuk. Vond het ook heel leuk om altijd aan mensen uit te leggen. En toen ben ik uiteindelijk game development gaan studeren. En toen vond ik het leuk om via games dingen uit te gaan leggen. Dus echt educatieve games maken.
En toen heb ik nog een poosje business to business eigenlijk gedaan met mijn vorige start-up. Omdat we nu een beetje aan het afronden zijn. En toen kwam eigenlijk een beetje het vrijdagmiddag borrel idee. Dat we dachten van ja, we willen wat leuks doen. We vonden ons werk zelf wel leuk. Maar het is ook leuk als je een eigen project hebt. En niet alleen maar business to business. En dat was echt een vrijdagmiddag borrel idee. En dat groeide uit. En iedereen werd enthousiast. En toen hadden we het over van ja, hoe kan je games nou gebruiken om natuurkunde uit te leggen. Heel veel ideeën. Eigenlijk al heel snel die link met CERN. En toen is het balletje een beetje gaan rollen. Hey, nou, nu werken de meeste gameontwikkelaars voor grote studio's en vaak in hele nauwe samenwerking met echt hele grote partijen met heel veel geld erachter. Ja, klopt. Jullie zijn onafhankelijk en kiezen een totaal andere route daar dus in. Ja, klopt. Waarom doe je dat zo? Want het ligt, ja, de meeste gamepartijen in Nederland kiezen natuurlijk voor die route met de grote partijen. Ja, klopt. Het is deels ook door een beetje de branche waar we in zitten. Ik denk dat als je... ik wil niet zeggen dat het makkelijk is voor een gamebedrijf om een publisher te vinden. Echt totaal niet. Ik denk dat de meeste gamebedrijven in Nederland het überhaupt moeilijk hebben, vooral nu. Maar als je een goed entertainment idee hebt, dan kom je daar wel binnen. Voor educatieve ideeën is het al veel moeilijker. En dat wisten wij. Daarnaast dachten wij ook van ja, wij wilden zoveel onze eigen idealen erin kwijt. En we kennen inmiddels best wel wat mensen in de gamebranche. En op het moment dat je met een publisher gaat werken, ze hebben vaak gewoon een beetje een plan waarin moet passen natuurlijk. En ze hebben vaak wel eigen idealen die erin moeten. En we waren bang dat we dan heel veel van ons eigen stuk kwijt zouden raken. Dus voor ons is het veel fijner om die vrijheid eigenlijk te hebben. En we zitten dan wel qua financiering meer aan de educatiekant en onderzoekkant. En dat vinden we prima. Zij mogen best wel streng zijn over onze didactische waarden, want dat is ook het doel van de game. Maar dan kunnen we met al die andere idealen, worden we daardoor eigenlijk veel meer vrijgelaten. En dat is heel fijn voor een game als deze. Hey, hoe maak je natuurkunde middels een game toegankelijk? En op wie richt je je dan? Richt je op degene die het toch al leuk vindt? Of probeer je degene te bereiken die misschien denkt van nou, natuurkunde is niks voor mij? Ja, vooral die laatste natuurlijk. Ik denk dat mensen die het leuk vinden, die gaan al heel snel zelf dingen opzoeken. En we hebben in Nederland natuurlijk heel degelijk natuurkunde educatie al. Als je dat vergelijkt met hoe er les wordt gegeven in Amerika, dan doen wij het hier, vind ik zelf, eigenlijk veel beter. En de mensen dus die het leuk vinden, die komen vaak wel aan hun trekken. Het zijn voornamelijk de mensen die het misschien minder leuk vinden of die denken, ik vind het wel interessant, maar kan ik dat wel? Ben ik wel slim genoeg? Kan ik dat wel aan? Vaak zijn ze gewoon slim genoeg, maar dan is het dat stukje intimidatie omdat het gewoon enger uitziet. Op het moment dat je heel veel tekst krijgt met heel veel formules en cijfers, dan schrikken sommige mensen en dan denken ze heel snel, dat kan ik niet, dat snap ik niet. Een voorbeeld is bijvoorbeeld vriendinnen van mij of mijn moeder die heel snel zeggen, oh nee hoor, techniek is niks voor mij, dat kan ik niet. Terwijl als ik het heel rustig uitleg, dan snappen ze het meteen en dan kunnen ze het ook gewoon weer navertellen. Dus ze zijn gewoon echt slim genoeg om het te snappen. Maar met een game kan je misschien net die intimidatie een beetje weghalen. In games is het natuurlijk ook echt ingebakken. Bijna in alle games is het doel eigenlijk 1000 keer falen tot het een keertje lukt. Terwijl je op school wil je het eigenlijk meteen goed doen. Mm-hmm. Dus je zit ook in een veel minder intimiderende setting daarmee. In games is het al veel normaler dat het niet lukt, want dat is juist het leuke van games, dat het een beetje een uitdaging is. Hey, vertel eens over die game waar je het over hebt, hè? Science Tales CERN. Ja. CERN kennen wij als het grote instituut in Zwitserland, die cirkel waar ze hele kleine deeltjes op elkaar afschieten. Ja. Wat vertelt die game? Hoe werkt die game? Wat doet die? Wat die eigenlijk doet, we hebben een hoofdpersonage in Newt. Nou kan ik niet het hele verhaal meer vertellen, want we hebben echt gisteren een verandering gemaakt in het verhaal. Dus het is niet helemaal een verhaal. Stel je het nieuwe verhaal. Ja, precies. Nee, daar zit ik nog niet helemaal lekker in. Nee, het oorspronkelijke verhaal, dat is niet heel erg veranderd. Dat is, we hebben een hoofdpersonage genaamd Newt. En Newt komt uiteindelijk op een beetje, ja, denk maar aan die fantasierijke werelden. En in dit geval is het een beetje een universum met zwevende eilanden. En het moet er allemaal heel speels uitzien. En Newt is een personage, dat komt er eigenlijk aan.
met als doel om daar kennis te vergaren. Het oorspronkelijke verhaal was dat hij voor zijn dorp deeltjes moest gaan verzamelen. Maar daar zijn we nu een beetje mee aan het spelen of we dat misschien beter of accurater kunnen doen. En Newt komt dus aan op de eilandengroep genaamd CERN. En dat ligt allemaal in ruïnes en daar is eigenlijk bijna niks meer van over. Delen zijn gebombardeerd omdat er geruchten waren dat het zwarte gaten zou maken. Wat natuurlijk niet zo is, maar ja, de politiek was zo en toen hebben ze het aangevallen. Delen zijn in ruïne en verval geraakt. Eigenlijk omdat de financiering gestopt is, want mensen snapten de waarde van die kennis niet meer. Die zeiden ja, zonde om daar geld heen te sturen, dat doen we niet meer. Dus eigenlijk komt Newt aan bij een versie van CERN waarbij alle tegenslag die CERN in de echte wereld tegenkomt, uit is gekomen. Dus alle vooroordelen en alle negatieve dingen zijn gebeurd. Of althans, ze zijn niet gebeurd, maar de maatschappij heeft ernaar gehandeld. En CERN komt daar aan, Newt komt aan bij dat CERN-eiland en denkt eigenlijk dat het verlaten is. En dan komt hij erachter dat het toch nog bewoond is door 3 wetenschappers. Die hebben besloten daar tot het einde te blijven, omdat ze gewoon niet die kennis wilden verliezen. En koste wat kost, die kennis door wilden geven. En dan kom je er ook steeds meer achter van ja, alle vooroordelen die er zijn over CERN, bijvoorbeeld de zwarte gaten, dat kan helemaal niet. Wat een onzin, wat zonde dat ze dit moesten bombarderen. En hè, dan komt daar ook wat meer uitleg vrij. Dus eigenlijk de leerling die dus het spel speelt, die krijgt gewoon natuurkundeles. En gaandeweg worden ook dat soort ja, misconceptions eigenlijk getackled en onderuit gehaald. Dus op die manier zit CERN er heel mooi in verweven. En in het eerste onderdeel is het gewoon, we lopen door de ruïnes en Newt krijgt uitleg hoe werkt basis natuurkunde gebaseerd op wat hij ziet. Hij moet uiteindelijk dingetjes weer bij elkaar rapen eigenlijk om het opnieuw op te bouwen. Dan gaan we iets meer naar toegepaste natuurkunde, waarbij hij echt die machines weer aan de praat moet krijgen. Niet in detail natuurlijk, want het is maar een game, maar hij leert bijvoorbeeld wel, oké, hoe maak je elektromagneten bijvoorbeeld? En hoe werkt dat dan? Dan gaan we uiteindelijk meer naar theoretische natuurkunde van, oké, welk onderzoek kan je dan uiteindelijk doen wanneer zo'n machine weer gebouwd is? Dus op die manier hopen we eigenlijk met CERN als drager in het verhaal door al die stappen van natuurkunde heen te gaan. Hey, doe je dit in een klasverband of verwacht je dat kinderen dit thuis gaan doen? Is dit in een gecontroleerde setting, zeg maar? Hoort het bij onderwijs? Of is het voor een breed publiek? Nou, het idee is, we willen sowieso dat ook consumenten het gewoon in de App Store kunnen aanschaffen. Want je zomaar net op een school zitten die er niet zoveel mee bezig is, terwijl jij wel iets met natuurkunde wil doen. Maar het idee is wel dat dit uiteindelijk boeken zou kunnen vervangen in scholen. En op dat moment zit je meer aan een flip the classroom concept te denken. Dus de leerlingen gaan thuis de spelletjes spelen. Dus echt die natuurkunde leren. Hoe werkt het nou? Echt de theorie. En vervolgens komen ze in de klas. En de docent kan dan uiteindelijk, hè, nog niet in deze eerste versies, maar uiteindelijk precies zien. Oké, deze studenten die hebben problemen met dit onderwerp. Daar moet ik dan extra aandacht aan geven in de les. Of daar moet ik dan eventjes apart mee gaan zitten. Dus het idee is dat het de boeken zou kunnen vervangen, omdat een heel groot deel van de leerlingen moeite heeft om uit boeken te leren. Die leerlingen die dat wel graag doen, die hebben alsnog natuurlijk toegang tot ontzettend veel boeken die erover geschreven zijn. En we gebruiken ook gewoon tekst in de game zelf. Dus het is echt als vervanging van die boeken, waardoor de docent uiteindelijk veel meer tijd kan besteden aan individuele begeleiding. En misschien ook meer leuke proefjes kan doen. De leuke voorbeelden vertellen. Dus het is niet meer die constante herhaling van de basis. Dat kunnen de studenten thuis echt flink gaan oefenen tot ze het helemaal onder de knie hebben. Ja, dat is heel ambitieus, Juliette. Ja. Er wordt ook al heel lang over gesproken. Hè? Flip the Classroom. Wij hebben denk ik 5-6 jaar geleden al de eerste docent in de uitzending gehad die daarmee bezig was. Jelmer heette die. Jij bent nu bezig met een idee om dat echt in de praktijk te gaan brengen. Wat moet er nou gebeuren om, zeg maar, jullie game, die dan in dit geval de natuurkunde bij de kop pakt, succesvol te maken en dit ook echt te bereiken? Welke stappen moet je zetten? Ja, ik denk de eerste stap, en ik denk dat wij dat op dit moment goed hebben gedaan. Wij werken met een paar netwerken samen, onder andere Technolab Leiden, maar ook met het Kaimun College in Hoofddorp.
En zij hebben eigenlijk vanaf het begin heel veel interesse getoond. Dus we zijn nu de eerste demo echt aan het volledig rouwen, aan het programmeren. En dat gaan we vervolgens als pilots eigenlijk bij de aangesloten scholen testen. En Technolab Leiden heeft dus ook een netwerk aan scholen die geïnteresseerd zijn. Ik denk dat dat de eerste stap is. Ik denk dat je, als je iets doet met educatie, moet je altijd een directe, sterke link daarmee houden. Anders kom je gewoon niet naar binnen. Het is ook een vrij conservatieve markt natuurlijk. En meestal als ze werken met boeken, dan hebben ze licenties voor een paar jaar. Dus je komt er ook niet zomaar even tussen. Dus wat wij eigenlijk doen op dit moment is kijken of wij in kleine stapjes kunnen vervangen. Dus misschien kunnen ze eerst onze app gebruiken om te oefenen wat ze ook uit de boeken hebben geoefend. En uiteindelijk komen ze op een punt dat die licenties aflopen en dat ze ervoor kunnen kiezen, we gaan helemaal over op deze app voor de theorie. En zo moet je eigenlijk langzaam binnenkomen. En we hebben het eerst geprobeerd echt alleen op individuele scholen. En dat is fijn, maar vaak werken ze natuurlijk ook met de scholengemeenschap die groter inkoopt. Dus daar moet je ook gewoon echt banden mee aanleggen. En het allerbelangrijkste, en ik heb het idee, tenzij docenten het zijn die het zelf ontwikkelen, dat dat nog wel eens vergeten wordt, is dat heel veel apps houden niet zo heel veel rekening met de docent, maar meer met de leerling. Mm-hmm. Vergeten dat de docenten hier uiteindelijk een les mee moeten ontwikkelen. En voor docenten moet het fijn zijn, voor docenten moet het handig zijn. En naast dat het niet in de weg mag lopen, is het beter als het ook gewoon een hele hoop werk uit handen neemt natuurlijk. Nou is de drempel altijd best wel hoog geweest, hè, voor dit soort dingen. Het onderwijs is traditioneler, een van de echt traditionele sectoren, weet je wel, ja. Gezondheidszorg, onderwijs. Merk jij nu dat door corona er een heel ander gevoel is bij digitale leermiddelen, zoals die van jullie? Ja, heel erg. Ja, heel erg. En ik denk ook dat het komt, Flipping the Classroom is vooral onder jonge docenten best wel bekend en die zijn al veel sneller bereid, ja. We gaan dit doen. Maar vooral de oudere generatie, die vindt dat toch wat moeilijk. En dat snap ik ook, want die hebben eigenlijk zomaar 30 jaar lang hun vak geperfectioneerd. Die doen hun lessen ook, als je kijkt naar die natuurkundelessen, die doen ze vlekkeloos. Die doen ze fantastisch, ze weten hoe ze met de klas om moeten gaan. En dan moet je die in heen vragen, oké, je bent nu expert op je vakgebied, maar word maar weer even beginner met zo'n nieuwe app. Maar nu wordt iedereen geforceerd. En ik denk dat heel veel mensen, nu ze die drempel over zijn, dat ze het eigenlijk toch wat minder intimiderend vinden dan ze dachten. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld, ik werk hiernaast, want ik heb hier nog geen fulltime baan uit, omdat we echt met Science Deals eigenlijk opnieuw zijn begonnen. Dus we zitten met Science Deals echt weer in die founder fase. Dus ik werk hiernaast nu bij de Universiteit Leiden op Active Learning en het gebruik van Flip the Classroom, technologieën in de les. En ik weet dat daar best wel veel professoren toch iets terughoudender waren met nieuwe technologie. Maar de hele Universiteit Leiden is nu digitaal. Alles is digitaal, ze ontkomen er niet meer aan. En in ene is het, ja, weet je wat ik ga doen? In plaats van dat ik de lessen digitaal doe, ik ga filmpjes maken, ik ga dingen voorbereiden. En ze komen eigenlijk uit zichzelf nu met dat, met die conclusie van we gaan Flip the Classroom doen, want het werkt gewoon veel beter. Dus ja, wat dat betreft is dit echt een enorme boost eigenlijk. Hey, vertel eens over die fase waar jullie in zitten. Je zegt het de founder fase. Ik weet ook niet anders dan het ontwikkelen van games ontzettend duur is. En een werk vaak heel veel mensen. Met hoeveel zijn jullie en hoe financieren jullie dat? Nou, ik heb eerst, hiervoor heb ik business-to-business bedrijf gehad, wat meer op VR en AR games ervaringen zat. Mm-hmm. En toen heb ik, ik had eigenlijk een best flexibel team met heel veel freelancers. Dus afhankelijk van het aantal projecten was ik of met 13, 14 of ik was met een groepje van 4. En toen zijn we naar Science Tales gegaan en toen ben ik daar eigenlijk mee gestopt. Dus ik ben nu in mijn eentje nog een paar dingen qua consultancy afronden, maar Redlock Studios is eigenlijk niet meer actief. Voor Science Tales is het team size eigenlijk ook heel erg verschillend geweest. In het begin begonnen wij met een paar junior ontwikkelaars met een groepje van, ik denk 4 of 6 in totaal. En toen zijn we prototypes gaan maken en toen zijn we er eigenlijk achter gekomen dat we al die prototypes weg konden gooien. Want het was didactisch gewoon niet goed. En of het was gewoon natuurkundig voor dat onderwerp wel accuraat, maar niet als je dat, hè, echt naar kwantumfysica bijvoorbeeld zou vertalen. En toen hebben we besloten, oké, dan stoppen we nu met ontwikkeling. Want daar is echt heel veel geld in gegaan, wat eigenlijk gewoon zonde van het geld is geweest.
Toen zijn we begonnen met onderzoek doen. Dus toen zijn we echt gaan kijken, hoe kan je dat didactisch nou aanpassen? Is er onderzoek gedaan naar, echt in detail zeg maar, naar games in onderwijs? Toen hebben wij in totaal een hele grote groep studenten gehad van de Universiteit Leiden, die hun masterthesis bijvoorbeeld hiervoor hebben gedaan. Toen zijn wij in totaal met een team van 12 geweest, maar dat waren voornamelijk onderzoekers. Zijn we weer wat kleiner geworden toen we de uitslag hadden om naar funding te gaan zoeken. Toen waren we met z'n drieën. En we zijn op dit moment voor de eerste nieuwe, wat grotere demo, zijn we met een team van 6 zijn we dit aan het ontwikkelen. We hebben nog een funding aanvraag lopen voor nieuwe subsidie. En dan willen we eigenlijk naar een team van 9. Maar als wij dit echt volledig willen ontwikkelen, dan zitten we waarschijnlijk op een team van 18 die dat moet ontwikkelen en onderhouden. En als we dan willen uitbreiden en we willen groter en we willen ook echt, als mensen problemen hebben, dat we die makkelijk kunnen fixen, ja, dan moeten we misschien groter. Maar op dit moment zitten wij voor de eerste versie met een team van 6. Maar dan maken we niet een game die nog geen enkele bug heeft. Dan maken we gewoon een game die hier en daar bugs heeft, maar die volledig het curriculum erin heeft, waardoor de leerlingen het al kunnen testen en waardoor scholen al kunnen aangeven of ze daar geïnteresseerd in zijn en wat daar anders aan zou moeten. Een vraag van Johan Schaap, als je het over die scholen hebt. Hoe doe je de sales van zo'n game? Moet je gewoon fysiek elke school langs? Hoe werkt dat? Deels, maar je zit ook wel in netwerk hoor. Een voordeel wat wij hebben is dat wij een beetje binnen de CERN community best wel aansloegen. Wij zijn zelf natuurlijk ook naar CERN geweest om te kijken van ja, is hier überhaupt vanaf jullie wel animo voor? We mogen het er gewoon over schrijven natuurlijk, maar we dachten het is leuk als we echt een samenwerking met ze hebben. En het leuke van die hele community van mensen die bijvoorbeeld bij CERN of bij NICEF werken, is dat er heel veel animo is voor dit soort vernieuwende onderwijsprojecten. En dat betekent dat we daar ook een heel groot netwerk aan scholen en instituten bij hebben, waardoor het woord zich veel sneller verspreidt. Maar ja, dan moet je inderdaad nog binnenkomen en dan moet je heel erg kijken, één, naar wat vinden de hoofdvakdocenten, zien ze zichzelf hier les mee geven. En dan moet je eigenlijk daarna ook heel snel naar de scholengemeenschappen gaan, om het op een groter traject aan te pakken. En wat wij ook doen is heel erg kijken naar Technasium, waar heeft Technasium nu heel veel behoefte aan. En MAVO Techniek. MAVO Techniek is heel veel behoefte aan, maar er wordt eigenlijk wordt wel heel veel praktijk aangeboden en dat is supergoed. Maar ze missen daar hier en daar nog wel de lesmethodes die ze eigenlijk zouden willen. Dus ja, daar ga je dan gewoon heel veel in gesprek. En je moet echt van netwerk naar netwerk gaan. En het is soms moeilijk om in eerste instantie daar binnen te komen. Maar gelukkig hebben wij wat namen achter ons staan, waardoor dat makkelijker gaat. Hey, als ik hier zo praat en ik hoor je praten over de grootte van wat nodig is om het als bedrijf goed te doen. Dan denk ik, Nederland is een klein landje. Johan Schaap zegt ook, kun je dit soort games ook internationaal aanbieden, los van de taal? Want ik denk eigenlijk, dit moet je wel internationaal doen, hè? Ja, zeker. Het idee is altijd, vanaf het begin is het al geweest, dat we dit internationaal gaan doen. We hebben Engels sprekende teamleden, dus op dit moment ontwikkelen we hem ook Engelstalig. En we zijn dan met de Nederlandse vertaling bezig, die natuurlijk erin moet zitten, voordat we de pilots gaan draaien. Een van de allergrootste markten waar we naartoe willen gaan is eigenlijk ook de Japanse en de Koreaanse markt. Daar zijn ze heel echt ontzettend veel bezig met educatie, juist ook educatie buiten scholen om. Wat je daar eigenlijk heel erg ziet is dat, ook al zijn scholen zelf misschien niet geïnteresseerd in zo'n app, heel veel ouders kopen het wel voor hun kinderen, omdat ze daar gewoon een cultuur hebben. Je bent naar school gegaan, je komt naar huis en je gaat daarna 's avonds nog een keer naar school. En dat is de tweede school waar je heen gaat, gewoon om te zorgen dat jij die 10 haalt wanneer je de volgende dag weer in de klas zit. Dus het is zeker voor een internationale markt. En is het ook een aanvullende vraag van Johan? Want wij praten hier natuurlijk, het gaat meestal over schaalbare start-ups, et cetera. En dan gaat het natuurlijk ook over het idee wat je hebt, kun je dat ook op andere terreinen loslaten? Geldt dat bij jullie ook? Wat is je grotere droom? Is dit de eerste in een serie? Ja, sowieso. Ja. Nee, we hebben ernaar gekeken en we doen nu natuurkunde voor Nederland. Uiteindelijk willen we dat dan uitbreiden, zodat wij natuurlijk meer landen erbij pakken, door meer talen toe te voegen. In feite is dat echt alleen een kwestie van vertalingen. Toevallig hebben wij daar een gesprek over gehad binnen CERN, want ze hebben daar een vertaalbureau, omdat het vertalen van
natuurkundige termen is best wel een vak op zich. Want in elk land, niet elk land heeft bijvoorbeeld de exacte vertaling daarvan. Sommige mensen benoemen het naar de uitvinder en anderen die hebben er wel een aparte term voor. Dus daar hebben wij ook contact mee gehad voor de uiteindelijke vertalingen. Dus sowieso inderdaad naar verschillende landen. Wat wij op dit moment doen is eigenlijk een middelbare schoolcurriculum neerzetten. Maar we kunnen ook nog scalen met dat curriculum. Dus denk bijvoorbeeld aan de eerste jaren universiteit. Qua magnetisme en golfbewegingen kunnen wij natuurlijk veel meer de diepte in. Of denk bijvoorbeeld aan een technische universiteit zoals Delft. Het eerste jaar zijn ze eigenlijk voornamelijk bezig om heel veel basisinformatie erin te stampen. Voordat leerlingen daadwerkelijk die kennis genoeg hebben om de diepte in te gaan. Kijk, als ze theoretisch echt de diepte ingaan of dingen moeten ontwikkelen, dat wordt moeilijker met een game. Maar het uitleggen van die basisconcepten kan natuurlijk ook. Dus ook qua level kunnen we hoger gaan. Maar misschien kunnen wij ook plusklassen van basisscholen erbij gaan pakken. Bijvoorbeeld groep 8. Die hoeven nog niet de wiskunde te kennen, maar een concept zoals dit is een atoom en zo zit het in elkaar, dat kan ik een kind van 6 uitleggen. Daarvoor hoeft de wiskunde nog niet bekend te zijn natuurlijk. Daar hebben we naar gekeken, maar als dit lukt, zouden we eigenlijk ook heel graag naast natuurkunde, kunnen we ook nog kijken, wiskunde is een heel leuk vakgebied, wat je heel makkelijk met voorbeelden binnen games kan uitleggen. Biologie, scheikunde, dat zijn allemaal vakken die er eigenlijk heel dicht verwant aan zijn, die wij op deze manier zouden kunnen uitleggen. Hey, als ik zo na zit te denken, we hebben wel eerder start-ups ook in de uitzending gehad die met gamification van meer met gamification bezig waren met allerlei onderwijs en educatieve projecten. Jullie moeten internationaal denk ik best veel concurrentie hebben op dit gebied, want het is heel hot. Klopt dat? Ja en nee. Het ligt er een beetje aan waar naar gekeken wordt. Als we kijken naar concurrentie op... Dan laat ik het dan anders vragen. Waarin onderscheiden jullie je van de rest? Als we nu kijken naar gamification, dan gebeurt dat of alleen in de klas. Dus dan gaat het ervan uit dat alle leraren opnieuw zijn opgeleid om op die manier les te geven. Dat hoeft niet voor onze app. Onze app geeft les. Het is de game die les geeft. En uiteindelijk willen we daaraan hangen dat gebaseerd op hoe goed de leerlingen presteren, dat de docent een suggestie krijgt van PowerPoint slides of e-board slides waar ze mee aan de slag kunnen. Van oké, de klas heeft hier problemen mee, dus dit is voor jullie interessant om les over te geven. En natuurlijk is het aan de leraar om te bepalen wat ze behandelen, want niemand kent de klas beter dan de docent. Dus onze gamification wordt heel erg uit handen genomen. Daarnaast, als je kijkt naar de educatieve games die er zijn op het gebied van natuurkunde specifiek, zijn het eigenlijk allemaal minigames. Dus denk aan van, oké, we leren één klein concept en daar is één game van beschikbaar. Maar op dit moment is daar geen volledig curriculum van. Als we kijken naar wat er online wordt aangeboden als alternatieve curricula, dan kunnen we bijvoorbeeld kijken naar Khan Academy met filmpjes die er volledig doorheen gaan. Dus het ligt er echt aan op welk punt gekeken wordt. Als we kijken naar alternatieven voor het curriculum, dan zijn er andere opties natuurlijk. Ook binnen de landen. Ik weet nog niet hoe de markt er in bijvoorbeeld China wat dat betreft uitziet qua boeken die worden aangeboden. Maar heel veel dingen, zoals Khan Academy, zijn voornamelijk Engelstalig. En het is vrij recent dat Khan Academy andere talen begon aan te bieden. En dan alsnog is een voorbeeld van Khan Academy. En dat noem ik dan als voorbeeld, omdat dat echt de meeste, vind ik zelf ook een van de beste educators is online op dit moment. Het zijn filmpjes. Er is nog niet zo heel veel interactie mee. En ik denk juist dat games daarbij die aanvullende waarde geven. En de games die er op dit moment zijn, bieden geen heel curriculum aan. Dat zijn kleine onderdelen. Of het zijn programma's in combinatie met boeken, waarvan ze verwachten dat de docenten volledig omgeschoold worden om op een andere manier les te geven. En dat doen wij ook niet. Hey, waarom is volgens jou een game zo goed in kennisoverdracht? Omdat games dat van nature eigenlijk altijd doen en blijkbaar heel succesvol, anders hadden wij geen gamers gehad. Als je kijkt naar hoe een game werkt, het is constant... Denk maar bijvoorbeeld aan een simpele game waarbij je een kasteel moet bestormen bijvoorbeeld. Je moet leren hoe je met de wapens om moet gaan. Je moet leren
waar de vijanden zitten. Je moet leren hoe je binnen moet komen. Als je kijkt naar de mechanics van een game, het heeft er altijd mee te maken dat je als speler leert. Dat is het hele doel van de game. Je moet leren. Dat is eigenlijk in essentie wat elke game doet. En op het moment dat jij het in de vingers hebt, dan word je een goede gamer. Maar als je de game meteen had uitgespeeld, dan vond je hem niet leuk. Het is juist die uitdagende factor waardoor je gamen leuk vindt. Dus in essentie zijn gamen eigenlijk al heel goed in dingen leren aan de gebruiker daarvan. En wat ik ook heel erg leuk vind, is dat als je kijkt naar didactiek en pedagogie, als je kijkt naar het onderzoek, dit is hoe je feedback moet geven, dit is hoe je dit moet doen. En je ziet daarnaast hoe games onderzoek doen, hoe zij een gamer goed mee kunnen krijgen in die game, dan zie je er ontzettend veel parallellen. En ik ben eigenlijk geschokt dat het aantal literatuur dat beide behandelt, het bestaat, maar het is heel weinig. Ik snap niet dat niet elke pedagoog al lang naar games heeft gekeken eigenlijk. Want ze zitten alle twee hetzelfde wiel opnieuw uit te vinden. Mm-hmm. En het fijne van games is ook, voornamelijk met natuurkunde, ze hebben interactie. Als er iets is wat je eigenlijk... Ja, het is eigenlijk stom dat als je iets laat vallen en je ziet hoe zwaartekracht werkt, is het toch eigenlijk van de gekke dat wij daar twee hoofdstukken over gaan lezen. Terwijl het er gewoon is. En het, ja, heel veel docenten doen natuurlijk al proefjes en dingen. Dat is fantastisch, maar niet elke proef kan je doen. En dan is het heel fijn als je dat eigenlijk kan simuleren in de vorm van een game. Het spanningsveld van games, althans, zeker die van jullie, lijkt mij. Dat je eigenlijk aan het begin zegt, dit is een game waarin je wat gaat leren. Ja. Weet je wel, en is het eigenlijk nog niet nog krachtiger als je per ongeluk of zonder dat je het doorhebt, wat leert? Dat is eigenlijk in eerste instantie wel de essentie geweest. Ja, wat wij wilden doen is, we hebben een hele sterke focus op het verhaal. Dus we zeggen niet, je gaat wat leren. Nou, denk bijvoorbeeld aan een concept zoals projectile motion. Ik zit soms even in mijn Engels hoor, want ik switch de hele tijd met talen als het over het curriculum gaat. Snap ik, is goed. Oké, als we bijvoorbeeld hebben over projectile motion, we zeggen niet, oké, nu gaan we leren hoe het werkt. Maar wat we doen, is we zeggen, er is iets ontploft en we moeten alle elementen terugvinden. Hoe doe ik dat dan? Oh, zo doe je dat. Zo kan je berekenen waar ze waarschijnlijk terecht zijn gekomen. En op die manier kan je als speler dan die objecten gaan lokaliseren. Maar mm-hmm. ook andersom, op het moment dat wij zeggen, oké, weet je, we hebben hier een level. Even kijken of ik het kan uitbeelden in de camera. Ja, gaat goed. Ja, stel je hebt hier een level. En hier is vervolgens het volgende plateau. En de speler moet van dit plateau hierheen komen. Het is zo makkelijk om te zeggen, dit is hoe een vector werkt. En dit is hoe je kan berekenen hoe je daar uiteindelijk eindigt. Dus we zeggen niet, we gaan nu wat leren. We zeggen nu, probeer daar te komen. Ja, hoe dan? Ja, dan moet je weten met hoeveel kracht en met welke hoek je daar die kant op gaat. Nou, dan laten we de speler daar eigenlijk mee aan de slag. En vervolgens weten ze hoe ze hier terechtkomen. En voor mij voelt dat heel intuïtief. Je kan gewoon echt, kijk, wij zijn hier gewend in de wereld alle natuurwetten werken. Maar we kunnen ze natuurlijk gewoon uitzetten in de game. We kunnen ze gewoon beïnvloeden in de game. We kunnen gewoon tegen de leerling zeggen, oké, in dit geval, om die sprong te kunnen maken, moet je de cijfers invullen of moet je met de formule werken. En dan pas kom je op de juiste plek terecht eigenlijk. Dus wat dat betreft kunnen wij ook dingen demonstreren die je in het echte leven op die manier niet kan. Ja. En jij praat met ongelooflijk veel passie hierover. Je gelooft er ook echt in, hè? Waar komt dat vandaan? Deze overtuiging dat je hier je tijd en energie in moet steken. Ik denk echt... Kijk, ik weet natuurlijk nooit of we succesvol worden. Hè? Dat weet je nooit als start-up. Maar ik denk echt dat Science Tales ontzettend veel te bieden heeft. En ik hoop dat ons product succesvol wordt. Maar als ons product faalt, hoop ik dat op zijn minst een soortgelijk product het wel haalt. Want ik denk gewoon dat dit de toekomst van educatie zo volledig op zijn kop kan zetten. En ik hoop dat het dan Science Tales wordt, want dan kan ik daar deel van uitmaken. En dat zou ik gewoon ontzettend mooi vinden. En een van de dingen waar ik zelf... Ik vind educatie heel leuk. Ik vind het heel interessant. Ik heb ook echt een hele berg aan programma's, cursussen, opleidingen gedaan, omdat ik het gewoon zelf heel leuk vind. Ik zat als kind ook altijd in de boeken en hobbyprojectjes met mijn vader met de auto's te sleutelen en dingen te doen. Dus ik vind het onderwerp zelf heel leuk. En wat ik het allermooiste daarvan vind, is dat ik... we hebben eigenlijk een paar jaar geleden zijn erachter gekomen dat ik hoogbegaafd ben. En
vroeger zeiden mensen altijd, ja, maar jij bent slim en ik niet, dus ik kan het niet. En dat vond ik altijd heel pijnlijk om te horen, want toen dacht ik, nee, maar jij kan het ook. Jij kan het ook, er is niks moeilijks aan. En wat ik heel fijn vind, is dat er bijvoorbeeld mijn moeder of een vriendin van mijn moeder of mijn eigen vriendinnen of andere vrienden, die mensen zijn zo vaak ervan overtuigd dat ze iets niet kunnen of dat ze niet slim genoeg zijn. En dan leg ik het ze uit en dan zeg ik van, joh, het is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Vergeet even al die ingewikkelde dingen die hier staan. Dit is de kern. En dit ingewikkelde woordje beschrijft eigenlijk gewoon wat er gebeurt. En dan zie je dat ze ineens het snappen. En dat ze het begrijpen en dat ze het kunnen uitleggen. En dan, ik neem mijn moeder als voorbeeld, omdat ik daar gewoon de meeste gesprekken mee heb gehad. Maar het zou iedereen kunnen zijn. Maar mijn moeder is, mijn moeder heeft verpleging mbo gedaan. En die heeft eigenlijk heel lang gewoon als sorteerder gewerkt op de bloemenveiling. Dus ze zegt zelf, ik heb geen hoogopgeleide baan. Het waren altijd vrij simpele dingen die ze deed. Maar ze is wel heel geïnteresseerd in dingen. Maar ze is er ook van overtuigd dat ze niet slim genoeg is om te snappen. Ze denkt altijd, ah, dat heb je van je vader. Dat kan ik niet, dat snap ik niet. En dat doet me heel erg pijn. En ik leg haar dus heel vaak dingen uit, omdat ze wel die interesse heeft. En dan merk je dat ze het snapt. En dan sta ik ineens bij een familieverjaardag, ver voor de crisis, toen het nog kon. En dan heeft het ineens met mensen die er staan, heeft het over ontzettend complexe onderwerpen. Maar die snapt ze dan, want we hebben het erover gehad. En dan kan ik zo trots op zijn. En niet alleen op haar, maar gewoon, ik heb ook op Technasium heb ik leerlingen begeleid van de MAVO. En die denken ook, ja, dit soort onderwerpen kan ik niet. Ik wil games maken, maar dan moet ik op HAVO zitten of dan moet ik hoger zitten. En dan zeg ik, kom even zitten, kom even kijken, dit kan je gewoon. En dan zie je dat ze het kunnen. En wij hebben echt iemand van Technasium gehad, die snuffelstage bij ons heeft gelopen. Die is het jaar daarna teruggekomen, die heeft gezegd, ik dacht altijd dat ik te dom was. Maar ik vond het zo leuk, de stage. Ik ben verder gegaan met programmeren en ik zit nu op de HAVO. Want hij wilde gewoon verder, hij wilde gewoon naar HBO. En dan denk ik, ja. Mooi die persoonlijke passie. Ja, ik vind het echt heel mooi. Ja, hey, we hebben per ongeluk alweer 35 minuten gesproken. Oh ja. Julie, en we hebben zelf vertellen, ja, nee, en dat doe je en heel aanstekelijk. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat die aanstekelijkheid van je, dat die in gesprekken overslaat. En als je dat ook nog gaat lukken om dat in gameform over te doen slaan, dan zelf ben je niet schaalbaar, maar je game is, game is wel schaalbaar. Dus heel veel succes ermee. Kom het over een jaar of zo nog eens een keertje vertellen hoe het er op dat moment mee staat. Want ik kijk ernaar uit om het levende werk te aanschouwen. Dus heel erg bedankt voor het gesprek. En wie nu keek, we zijn er volgende week natuurlijk weer iedere dinsdagavond. En je kunt al onze uitzendingen, zoals ook deze, later on demand terugkijken via YouTube of via fastmovingtargets.nl. Dankjewel. Ja, bedankt. Bedankt allemaal voor het kijken naar EOTV. Dit was het alweer voor vandaag. Volgende week zijn we weer terug. Woensdag met een nieuwe themadag. Dan gaat het over toerisme. Voor het complete programma daarvoor hou onze social media in de gaten. En voor nu een heel fijn weekend allemaal.